Meneer Van Brakel, 100 jaar radio. Dat is heel lang. En u heeft daar ook behoorlijk lang aan meegewerkt, of niet? 42 jaar, meneer Lampen. Ik ben begonnen bij de NCRV en daarna NOS, eigenlijk altijd NOS, langs de lijn en het nieuws. En daarna nog een toetje bij Omroep Max. En wat maakt dat radiowerk zo leuk? Het leukste van radio vind ik, is dat je kunt vertellen wat je ziet aan mensen die dat willen horen natuurlijk. Dat je mag schilderen als het ware met woorden. Je eigen woordkeus omzetten in de beelden die je waarneemt. En wie was de mooiste schilder wat u betreft? Laten we zeggen, de overenthousiaste schilder was Theo Komen natuurlijk, ongetwijfeld. Was niet altijd de meest waarheidsgetrouwe schilder. Dus ik vond de echte schilder, dat is een vergeten naam in die 100 jaar van de radiogeschiedenis, vond ik Wim Hogendoren. Dat was een medewerker van de VARA, de oprichter later van Vroege Vogels op de radio, het natuurprogramma. En Wim had een prachtige stem, formuleerde heel volwassen in mooie volzinnen. En je begreep alles wat hij zei. Je ging met hem mee in het verhaal dat hij aan het vertellen was. Dat vond ik hogeschoolkunst. Neem de lezers mee in een persoonlijk verhaal. Ik heb veel op het gebied van nieuws en sport gedaan. Daarin uiteraard heel veel meegemaakt. Met de net genoemde Theo Komen onder andere. Geregeld op de tribune gezeten. Maar ik geef mensen ook een kijkje achter de schermen. Hoe werkt het? Wat doen die mannetjes en vrouwtjes van de radio? Als er een uitzending is, worden er ook wel eens grappen gemaakt. Terwijl er ernstige dingen aan de orde zijn. Maar dat horen luisteraars niet. Dat is ook niet de bedoeling. Als het goed is, horen ze het niet. Want zo nu en dan gaat het ook wel eens mis, mag ik aannemen? Het gaat af en toe mis, ja. We hebben in de studio's een intercom. Daarmee kan ik met de regisseur communiceren buiten het rode lampje en de radio-uitzending om. Dus iemand geeft mij antwoord en ik zeg ondertussen, dit is een vreselijk verhaal, dit is een verbale martelmethode. Dat gebeurt. U gaat het boek binnenkort presenteren. Waar, wanneer en hoe gaan we dat doen? Het gebeurt op dinsdag 15 oktober in het prachtige instituut. Ik wijs met de wijsvinger richting Hilversum nu. Op het Mediapark. En daar wordt het gepresenteerd. Eerste exemplaar gaat naar mijn laatste omroepvriend. Dat is Jan Slachter, de oprichter directeur van Omroep Max. Wie gaan die prachtige boekpresentatie straks allemaal omlijsten? We hebben een prachtige zangeres. Notabene uit de directe omgeving van Amersfoort. Dat is Angelique van Leijenhorst. Een sopraan met een stem waar je u tegen zegt. Als ceremoniemeester heb ik mijn oude collega Tom van het Hek gevraagd. Tom en ik hebben jaren op zondagmiddag van 2 tot 6 naast elkaar gezeten in de studio voor de presentatie van Langs de Lijn. Dan maak je ook heel veel grappen, een soort melige humor en je moet wel de hele middag alert zijn. Maar wij konden heel goed samen een radioprogramma presenteren. En Tom is gewoon een prettige collega geweest en nog altijd een prettig mens ook. Dus ik vond het geweldig dat hij het wil doen. Het heet Moet je horen, puntje, puntje, puntje. En die puntjes staan er niet voor niks. Want radio is in tegenstelling tot televisie een heel lief medium. Televisie vergroot uit en radio vraagt altijd, kom iets dichterbij, ik heb wat te vertellen, moet je horen. En dat moet je niet hard zeggen met een uitroepteken, maar met 3 puntjes, dat is zacht.